Het is al jaren één van de dodelijkste wegen van Gelderland, de Maas- en Waalweg. Aan de lopende band gebeuren er ongelukken op deze tweebaansweg. De provincie Gelderland belooft inmiddels maatregelen te gaan nemen om de Maas- en Waalweg veiliger te maken. Goed nieuws, maar voor Marieke Strik uit Alphen komen de maatregelen helaas te laat. In april 2021 rijdt Marieke vanuit haar stage in het ziekenhuis terug naar huis via de Maas- en Waalweg. Ze wordt waarschijnlijk door de zon verblind en komt op de linkerrijbaan terecht. Twee auto's kunnen haar ontwijken, maar de derde niet. Marieke belandt op de IC en ligt 2 maanden in coma. Tegen mijn ouders vertelden ze of het wordt weer Marieke die bijna alles kan, of het wordt Marieke die eindigt als een kastpandje. Marieke heeft lang moeten revalideren om weer opnieuw te moeten leren lopen en praten. Door haar hersenletsel vergeet zij dingen en sociale contacten onderhouden is ingewikkelder geworden. En dat doe je dan niet bewust, maar toch minder interesse toont in een ander. Net zoals met je vriendinnen moet je wel energie in blijven steken. Je moet er niet links laten liggen. En dat doe ik onbewust, heb ik dat zeker wel eens gedaan, ja. Het herstel van Marieke is een lange weg geweest. Maar haar viervoeter en de mensen om haar heen hebben haar altijd gesteund. Zij probeert toch links al die reis om mij overal bij te helpen. En natuurlijk, soms dan lukt het niet helemaal goed om ook goed te reageren. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ze mij toch al die tijd gewoon blijven helpen en steunen. En dit is dus die welbesproken Maas- en Waalweg, waar zoveel ongelukken gebeuren. En over een klein maandje worden hier dus aanpassingen gedaan. Maar gaan deze die ongelukken daadwerkelijk verminderen? Nou ja, dat hopen we natuurlijk wel, want anders gaan we de maatregelen niet uitvoeren. Kijk, helemaal voorkomen, dat kunnen we natuurlijk nooit garanderen. Want er blijft natuurlijk nog steeds geen fysieke afscheiding tussen de twee weghelften. En dat is waar het eigenlijk meestal op misgaat. Dus we zijn ook nog met de omliggende gemeentes in gesprek om te gaan kijken of we misschien dat noemen we dan de lange termijn maatregelen kunnen gaan nemen. Waarin we hopen dat we nog meer kunnen doen voor de verkeersveiligheid. Nou, we gaan nu zogenaamde korte termijn maatregelen nemen. Dus eigenlijk dingen die snel kunnen worden uitgevoerd. Dat zijn een drietal maatregelen. Eind mei gaat dat gebeuren. Allereerst komt er een ribbelmarkering op de twee weg, tussen de twee weghelften. Waardoor je als automobilist voelt, mocht je een beetje uitwijken naar de verkeerde weghelft, dan word je eigenlijk gecorrigeerd omdat je die ribbelmarkering gaat voelen. Daarnaast komen er ook reflectoren in het middenstuk. Dat is vooral voor de donkere uren heel fijn, dat je toch wat extra zicht hebt op de andere weghelft. En daarnaast gaan we ook nog monoborden plaatsen aan de kant van de weg. Dus dat is echt meer een oproep op het gedrag van de weggebruiker. Om ook te zorgen dat je zonder afleiding de weg op gaat.